Felle kritiek klonk er deze week van burgemeesters Hubert Bruls, Lisbeth Spies en Jan van Zanen op de manier waarop de Tweede Kamer sprak over de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Het parlement sprak zonder kennis van feiten en Halsema kon zich niet verdedigen, vonden de drie burgemeesters. En het getuigt van weinig respect, schrijven ze in een ingezonden stuk in de Volkskrant. Een van die burgemeesters verruilt op 1 juli zijn stad Utrecht voor Den Haag, Jan van Zanen. Welkom. Dank u wel. Ga ik u feliciteren, meneer van Zanen, met uw nieuwe benoeming? Dat zou ik heel mooi vinden en ook aardig van u. Nou, bij deze. Dank u wel. Ik vraag het natuurlijk omdat wij allemaal benieuwd zijn. U zei nog in het Algemeen Dagblad eerder dit jaar, toen u begon aan uw tweede termijn, toen vroegen ze u, gaat u nog eens ergens anders? Natuurlijk, hou nou toch op, zei u, alsjeblieft met die stomme vragen. U heeft het toch gedaan. Wie heeft u ertoe bewogen? Ik mijzelf. Ja? Ik schrijf. En ik ben 58. Ik heb nog ambitie. Je bent burgemeester van een prachtige stad. Dat is ook zo. En ik heb al heel lang daar gewoond en gewerkt. En mijn kinderen zijn er geboren. Maar dan komt dit voorbij. Gewikt en gewogen. Prachtige stad ook aan de kust. Den Haag. Net weer iets groter. Nog weer meer andere uitdagingen. Laat ik dat doen. En laat ik de kennis en vaardigheid die ik opgedaan heb, laat ik die inzetten voor Den Haag. En dan daar heeft niemand me toe bewogen. Klopt het dat de premier u ook nog even gebeld heeft? Van Jan, kom op. Er hebben meerdere mensen mij erop gewezen. Zeker. Ook van andere kleuren. Ongetwijfeld. Maar ik vroeg eigenlijk niet zozeer naar meerdere mensen of het hele land. In uw geval, wie weet. Ja. Maar de premier. Nou, de premier heeft me inderdaad gezegd, goh, is dat niet wat voor jou? Punt. En dan moet ik dat niet laten lopen. Dan weet je dat de premier veel kan, maar hier niet over gaat. Weet u wie hier over gaat? Dat zijn de gemeenteraadsleden. Weet ik de helemaal gemeenteraad, precies. Precies. Nou ja, maar dan is het een rare vraag. U krijgt nog een zetje ook, ja. Nee, een zetje. Er is mij wel gevraagd door een aantal mensen, is dat wat voor je? Want ik heb gewikt en gewogen, want ik ben nogal verknocht. Maar vindt u het niet jammer? Want Utrecht kennen u allemaal als een man die dat goed gedaan heeft daar. Een transparante burgemeester, lol in het vak daar. Is het niet heel vervelend om Utrecht te verlaten nu? Voor zo'n, wat sommige mensen zeggen, deftige stad als Den Haag. Nou, ik snap het, want ik heb daar inderdaad heel veel plezier gehad. En eigenlijk nog steeds, tot 1 juli. Maar nu, 58, uitdaging, grote sociaal-economische verschillen in Den Haag. Er is echt ook daar wat te doen en ik hoop dat ik kan bijdragen. En dat ga ik nu doen. Heel goed. Zeg, laten we het hebben over de zaken die u treffen als burgemeester. We leven in merkwaardige tijden. Tijden waarin het kabinet noodwetgeving afkondigt vanwege corona. Ja. Over de mondkapjes, 1,5 meter afstand, bedrijven die niet open kunnen. En dat komt allemaal ook op het terrein van de burgemeesters. Zeker. Hoe lastig, ingewikkeld is dat voor u op dit moment om te besturen, als eigenlijk u democratisch soms buitenspel staat? Nou ja, weet je, in een crisis moet je uitzonderlijke maatregelen nemen. En de aanpak, zeker in het begin van de crisis, kan alleen maar als je dat gemeenschappelijk doet. Van het noorden tot het zuiden, naar het oosten en het westen. Dat is ook gebeurd. Dus dat gebeurt vanuit het kabinet, aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid. De wetgeving die daarbij hoort, die is gericht op korte termijn. Want dat kan iedereen accepteren, een aantal weken, misschien zelfs twee maanden. Maar het duurt nu zo lang, ja, dan wordt het wel spannend. De minister wijst aan en 25 burgemeesters, de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, zoals dat in Nederland hebben georganiseerd, die stellen vervolgens als voorzitter een noodverordening vast. Nou, nogmaals, dat is in het begin van zo'n crisis begrijpelijk, want anders komt er niets van terecht. Maar op de langere termijn moet je daar een andere juridische basis aan geven. Want dan vind ik ook dat je. En zijn we daar nu? Vind dat we daar nu zijn. Dus het kabinet moet weer zeggen van, luister, terug de macht weer bij waar die hoort. Nou, dat gebeurt toch. De samenleving gaat langzaam open. En dan vind ik dat het kabinet, de minister, die moet zeggen, nou, die 1,5 meter hebben we nog nodig op basis van die experts. Ja. Maar waar de tafeltjes komen te staan en of het inrichtingsverkeer wordt en wat je met de fietsers doet, dat zijn echt lokale afwegingen die in gemeenteraden moeten worden gecontroleerd, moeten worden besproken. En dat gebeurt nu ook mondjesmaat weer. Te langzaam. Het langzame, ja, dat heeft ook nog met de stand van de crisis te maken. Wat nog erger zou zijn, als we door te wild te doen, als ik dat woord in dit geval mag gebruiken, de boel weer zouden moeten terugdraaien. Nee, maar meneer Van Zanen, ik hoor u zeggen, die noodmaatregeling begint prima, maar nu weer terug naar waar we vandaan komen, namelijk de burgemeester, de gemeenteraad. Ja, u zit dicht bij het vuur. Ik had het al over de premier. Jullie zijn samen zo'n beetje opgegroeid binnen de
JOVD. Er zijn nog leuke jeugdfoto's van u samen met premier Rutte. Heeft u hem daar al over gesproken ook? Wij spreken bijna iedere week met leden van het kabinet. Vorige week met Hugo de Jonge. Daarvoor al door met de minister van Justitie en Veiligheid. En dan spreken we daarover. Punt. Wordt geregeld. Laten we gaan praten over de brief die u geschreven heeft samen met uw collega's Bruls en Spies in de Volkskrant. U nam het op voor burgemeester Halsema en u schreef over het optreden van de Tweede Kamer dat dat onbehoorlijk was tegenover Halsema. Waarom vond u het nodig om op dat moment om haar heen te gaan staan en om toch ook bescherming te bieden? Nou ja, ik weet niet of ze die bescherming nodig heeft hoor. Want dat is volgens mij een uitstekende collega die haar vrouwtje en mannetje echt tegelijk kan staan. Dat heeft ze ook bewezen. Maar wij hebben met z'n drieën gewezen op het volgende. Kijk, de ministers leggen verantwoording af in de Tweede Kamer. Burgemeesters aan de gemeenteraden. En het geeft dan geen pas, zo kun je het namelijk ook zeggen, dat in de Tweede Kamer, kijk, dat er in algemene zin over die demonstratie wordt gesproken, snap ik best. Maar dat over een burgemeester die bovendien bezig is met het bestrijden van een crisis, die haar gemeenteraad nog niet heeft gesproken, kunnen spreken, die nog niet heeft kunnen vertellen hoe het is gegaan, die nog geen verantwoording heeft kunnen afleggen, dat dan de Kamer zich daar in allerlei bewoordingen over mee gaat bemoeien. Dat vind ik niet fair, dat vind ik niet goed. Geert Wilders zei, ontsla dat mens in de Tweede Kamer. Ja, dat mag hij vinden, maar als Kamerlid, hij gaat daar niet over, want zo hebben we dat niet geregeld in Nederland. Dat weet de heer Wilders zeker. Zij is voorzitter, de burgemeester ook, van de veiligheidsregio. Die valt weer onder de minister. Hè? Dus je zou in die zin kunnen zeggen dat de Tweede Kamer wel degelijk daar ook een oordeel over mag hebben. Dat een Tweede Kamer, een parlement, spreekt over demonstraties in de coronatijd, dat snap ik in algemene termen. Ja. Dan had je het ook nog op een later moment kunnen doen. Niet op dat moment, nee, en bovendien, kijk, die veiligheidsregio's en die voorzitters van die veiligheidsregio's, die moeten ook na de crisis, zo is het ook in de wetgeving beschreven, niet aan de Tweede Kamer verantwoording afleggen, nee, aan gemeenteraden. Alle gemeenteraden die in die veiligheidsregio vallen. Dus het is echt niet waar. Het geeft geen pas. Het is niet op het juiste moment. Punt. Dus ook hier zegt u weer, Den Haag, maak eens ruimte voor ons. Dit schoenmaker, hou je bij je leest. Wegwezen. Schoenmaker, hou je bij je leest. Ja, oké. Okay. Zegt de burgemeester Halsema, die heeft twee onafhankelijke onderzoeken nu aangekondigd naar de gebeurtenissen rondom de demonstratie op de Dam van 1 juni. Goed idee, onafhankelijk, later openbaar maken en dan verantwoording afleggen? Nou, ik ben eerlijk gezegd zeer van die school. Want bij iedere crisis moet je van leren. Je doet je stinkende best, dingen gaan soms mis, soms lukt het beter. Zelfs als het in de, zeg maar, qua beeldvorming heel behoorlijk is gegaan, kun je er nog steeds weer van leren. Dus ik vind het heel wijs dat dat gebeurt en ook heel wijs dat het extern. Onafhankelijk, extern, zeker. Openbaar maken, dat is de volgorde. Zeker. Ja. Ik vraag het u ook omdat in uw stad waar u burgemeester wordt, Den Haag, en dat gaat natuurlijk over dit onderwerp van deze tijd, is er een politieonderzoek gedaan naar discriminatie, mogelijk toegepast geweld, ongewenste omgangsvormen en groepscultuur bij de politie. Serieus onderzoek. Zeker. Dat blijkt allemaal uit een interne brief van augustus vorig jaar. Ik heb hem hier liggen. Waarin leidinggevenden hebben geschreven aan het politiepersoneel. En ik citeer maar even letterlijk, dan weten we ook waar het over gaat. Politiechefs zeggen daar, wij zijn geschrokken van de verklaringen van politieagenten en schrijnende voorbeelden die daarin gegeven zijn in dat onderzoek. De vinger valt niet te leggen op een enkel voorbeeld, een gebeurtenis of een collega. Het is een opeenstapeling van onwenselijke gedragingen dat laat zien dat er sprake is van een ongezonde cultuur binnen een gedeelte van het basisteam. Het gaat over basisteam Hoefkade. Het gaat over discriminatie. Het gaat over alle zaken waar we het nu over hebben. NRC Handelsblad heeft geprobeerd om dat rapport naar boven te krijgen. Wij ook, dan weten we waar we het over hebben. Maar de politie weigert dat. Vindt u dat dat soort zaken openbaar gemaakt moeten worden? Ja, kijk, ja, nu probeer je natuurlijk, en dat snap ik ook heel goed, want het is een relevant onderwerp, het is ook zeer actueel. Nu probeert u mij voor 1 juli al iets te vragen wat natuurlijk aan de burgemeester is, die er nu nog steeds is, en dat ben ik niet. Maar laat ik in algemene zin antwoorden. Het feit dat dit binnen een politieorganisatie wordt geconstateerd, is zeer ernstig. Want in een samenleving als de onze, en ook lokaal, en zeker ook in stedelijke gebieden waar de spanningen voor het oprapen liggen, moet je maximale transparantie betrachten. En bovendien moeten de vrouwen en mannen, moet iedereen, jong en oud, erop kunnen vertrouwen dat de politie, die bijvoorbeeld het geweldsmonopolie hebben, dat die om door een ringetje te halen zijn.
En ik zou dus altijd willen bevorderen om het vertrouwen terug te brengen in die organisatie, maar ook met name buiten, dat, nou ja, dat je alle middelen inzet om dat te bereiken. Of dat is te bereiken door publicatie of niet, daar wil ik niet op vooruit lopen. Nou ja, ik vraag het, ik realiseer me dat u 2 weken zit voordat u officieel burgemeester wordt van Den Haag. Maar omdat u zojuist ook zei, wees transparant, neem je verantwoordelijkheid en maak het openbaar. Daar gaat dit hele probleem over. En daarom verbaasde het ons, toen we onderzoek hiernaar deden, als je dan zo'n voorbeeld hebt, of meerdere voorbeelden, en politiemensen melden dat zelf, dat er racisme is binnen de eigen club of discriminatie. Ja, maak het dan openbaar, dan weet je waar het over gaat. En neem verantwoording. Ik snap dit volledig. Ik heb aan het eerdere antwoord niets toe te voegen, want ik kan deze lijn heel goed volgen. Maar ik zou erin moeten kijken of dat in dit geval wel of niet kan. Maar ja, dat, ik weet één ding zeker. Dat gaat u transparant aan. Zeker. Er zijn meer dossiers. Transparantie helpt en bouwt vertrouwen op. Juist. Heel goed. Een ander punt wat voor u van belang is. Als burgemeester word je steeds meer crimefighter in een stad. Je hebt te maken met criminele organisaties. Je moet misschien wel panden sluiten, drugspanden, waar van alles in verhandeld wordt. Hoe is de spanning eigenlijk tussen u in uw ambt als burgemeester en dat van de minister of een rechter? Hoe lastig maakt dat uw positie? Ja, we hebben er in Nederland voor gekozen dat soms vanuit het strafrecht iets niet kan. Het duurt heel lang, maar er is wel een enorme overlast... dat het dan onder omstandigheden voor een burgemeester langs de bestuursrechtelijke weg, zo heet dat, dat je een pand kunt sluiten. Ik snap dat, want daarmee is wel een buurt en een wijk, die zijn wel van een hoop ellende af. Maar daarmee word je wel steeds meer onderdeel van dat justitiële systeem. Soms is het dan ook zo, want op het moment dat ik een bestuursrechtelijke maatregel neem, moet ik dat verantwoorden en zo hoort het ook bij de gemeenteraad. Dus die moeten, Jan, waarom doe je dat? Ik wil weten dat je het mag, maar heb je daar ook een reden voor? En als ik het dan alleen vanuit overlast, en soms is het dan nodig dat ik ook wat kan vertellen van dingen waarvan het OM dan misschien zegt, het Openbaar Ministerie dan misschien zegt, nou, dat willen we nog niet, want dat schaadt ons strafrechtelijk onderzoek. Ja. Dan vind ik het spannend worden en dan wordt het ingewikkeld. Maar dat ik soms een pand kan sluiten vanuit overlast, daar niet jaren op hoef te wachten, kan ik volgen als het maar transparant is en als ik er maar verantwoording over kan afleggen in de gemeenteraad. Dan zei u, crimefighter, ja, als we dat echt zouden worden, dan doen we iets verkeerds. Want dat zijn we niet. Ik ben geen rechter, ik ben geen hoofdofficier van justitie. Hou op, ik ben van de openbare orde en veiligheid. En dat is heel wat anders dan het strafrecht. Duidelijk. Nog één punt, nu je toch bent. Ja. We hebben in Nederland geen gekozen burgemeester. Nee. U heeft zich daar wel eens over uitgelaten, want u wilt... Nee, ik ben, maar dat is al oud nieuws, ben al jaren voor een gekozen burgemeester. Denkt u dat u gekozen was in Den Haag als u zich op de kandidaat... Nou, dat is helemaal de vraag, weet je, dat is helemaal de vraag. En ik vind het ook niet zo relevant, want ik kan heel goed functioneren in het huidige systeem, maar at the end of the day, dus aan het eind van de dag, zeg ik, nee, eigenlijk zou je dat moeten doen, maar goed, het is geen hoofdpunt voor mij. Nee, ik snap het, maar ik ben natuurlijk nieuwsgierig, want bent u een campaigner, zou u het kunnen? Zou u de Hagenezen, zou u mensen in Den Haag kunnen overtuigen van het feit, Jan van Zalen, dat is de man voor deze stad op dit moment? Ja, we kunnen tijdens de wedstrijd natuurlijk de spelregels niet wijzigen. Ik zou het vragen aan Henk Westbroek. Of aan Richard Mos misschien. Of aan meneer Mos, zeker. Ja. Zeg, dank u wel voor uw komst. Veel succes en sterkte met uw werk. Vanaf 1 juli bent u de nieuwe burgemeester van Den Haag. Ik wens u veel plezier. Dank u wel.